maar helaas, dat ging nog niet zo goed. Daar komt hij nog een keer, nu weet je hoe het moet. 1, 2, 3! Hey hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze kinderdienst van de Baptistengemeente Meppel. Vorige dienst was natuurlijk elke keer met Eddie, maar Eddie heeft vorige week al aangegeven dat hij graag op vakantie wil. Want hij ging eens even nadenken over al die vruchten waar we het over gehad hebben en hij wilde eens even nadenken over Jezus. En kijk, daar hebben we een foto van Eddie. Maar goed, ik vind het natuurlijk niet zo leuk om hier alleen te zitten. Dus toen zei Eddie, ik heb nog wel een vriendin. Misschien is het leuk om die erbij te halen. Dus zullen we dat maar eens even doen? Dames en heren, jongens en meisjes, hier is... Lessie! Hallo allemaal, hallo! En ik in beeld. Oh, zeker. Oh, kunnen jullie mij zien? Yes. Ja. Joe, camera. Ja. Oh, ben ik in beeld? Oh, eindelijk. Daar ben ik dan. Oh, hier heb ik zo lang op gewacht. Eindelijk een rol in een grote tv-show van de Baptisten. Super, 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 super leuk. Oh, ik kan niet wachten. Wat moet ik allemaal doen? Wat moet ik zeggen? En moet ik gaan zeggen? Moet ik me nog opmaken? Moet ik nog een andere jurk aan? Nee, dit is helemaal goed zo, Lucy. Ik denk dat je hier goed zit. Wauw. Ja. Ik heb er zoveel zin aan. Ik ben zo enthousiast. Oh man, ik was zo blij toen Eddie mij vroeg. Wauw, eindelijk op de tv. Ik vind het al nu al helemaal leuk, Lucy. Gezellig. Maar misschien moet je je eventjes nog voorstellen aan de kinderen thuis. Ja. Ik ben dus Lucy. En ik denk dat het heel gezellig wordt samen. Dat denk ik ook wel. Ja, leuk. Ja, want ik kan heel goed zingen. La 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 la. En ik kan ook heel goed dansen. Oh, wauw. Ik heb er zo zin aan. Wauw. Zeg maar wat ik moet doen. Eigenlijk nog niet zo heel veel, want we gaan eigenlijk starten met een nieuw thema. Je ziet het hier al. Deze berg heeft er wel iets mee te maken. Berg? Ja, want we gaan het hebben de komende tijd over de bergreden. Gaan we op de berg staan dan of zo? Dat kan ik ook hoor. Ik kan heel goed klimmen. En ik kan ook heel goed zingen op de berg. Dat geloof ik, Lizzie. Maar we gaan het hebben over de bergreden. En ja, de bergreden is eigenlijk een vertelling, een preek die Jezus vertelde aan heel veel mensen en aan zijn leerlingen. Oh. En dat heet de bergreden omdat Jezus op een berg stond. En daar gaan we de komende weken over hebben. Oh, dus we gaan niet zingen. Ja, zeker wel. We gaan ook zingen. Oh, leuk. Zullen we anders maar direct een liedje zingen? Ja. Oh, leuk. Liedje zingen. Zing je ook mee? Ja. Oh,
zo gelukkig van dat zingen. Daar ging de bergrede toch ook over? Ja, dat klopt, dat klopt. Maar eigenlijk wil ik het eerst nog eventjes ergens anders over hebben. Oh, over mij natuurlijk. Ja, vast. Nee, niet over jou, Lissy. Want ik wilde het graag eventjes hebben over dit boekje, dit gezinsboekje van de 40 dagen tijd. Nou, niet zo simpel, hè. Luister maar eens even, want ik ben wel eens eventjes benieuwd. Vorige week was het thema verschil maken door de juiste woorden. En dan ben ik wel eens even benieuwd of het thuis ook is gelukt om eens na te denken over wat je zegt en over wat dat met een ander doet. Nee. En Lissy, hoe zit dat bij jou? Kun jij ook positief over en met anderen praten? Oh ja, dat kan ik wel. Ik kan alles. Ik kan heel positief over anderen praten. En ook over mijzelf. Ja, dat heb ik wel gemerkt, ja. En waar gaat dat boekje dan deze week over? Gaat dat over Lissy? Nee, dit gaat niet over Lissy. Of nou ja, misschien ook wel. Maar het thema van deze week is verschil maken door te geloven. Geloof jij ook? Ja, ik geloof in de Heer Jezus. En wat geloof je dan? Nou, ik heb van jou en van Eddie heb ik geleerd dat je altijd mag bidden. En dat de Heer Jezus je dan wil helpen. Dus dat geloof ik. Wauw. Ik ben heel vaak heel vrolijk. En soms ook wel een beetje druk. Ja. Maar soms ben ik ook wel een beetje verdrietig. En dan hoop ik dat de Heer Jezus mij wil helpen. En als ik dan echt geloof en als ik ervoor bid, dan gebeurt dat ook. En dan word ik weer vrolijk. Nou, wat fijn, Lissy. Ja. En wat goed. Inderdaad, als je gelooft dat wat je bidt en dat gelooft, dan komt het vaak ook uit. Zo werkt het. Ja. Wat goed. Hé, en daar hebben we ook nog een stukje uit de Bijbel over. Zullen we daar eens eventjes een filmpje van kijken? Ja, filmpje. Leuk. Jezus ging op weg naar de streek van Tyrus en Sidon. Een Kanaïtische vrouw die daar woonde, kwam naar hem toe en zei smekend: Heere, zoon van David, heb medelijden met mij. Mijn dochter is in de macht van een boze geest. Maar Jezus gaf haar geen antwoord. En zijn leerlingen zeiden dat hij haar maar weg moest sturen. Ze loopt steeds achter ons aan te schreeuwen, zeiden zij. En Jezus zei tegen de vrouw: Ik ben gestuurd om de Joden te helpen. En niet de andere volken. Maar de vrouw viel op haar knieën en ze smeekte: Heere, help mij toch. Het is niet goed het brood van de kinderen af te nemen en aan de honden te geven, zei Jezus. Inderdaad, Heere, maar de honden mogen toch wel de kruimels opeten die van de tafel vallen, was haar antwoord. Wat hebt u een groot geloof, zei Jezus. U krijgt wat u heeft gevraagd. En haar dochter werd op datzelfde moment genezen. Snap jij een beetje waar het verhaal van net over ging? Want eigenlijk is het wel een beetje een vreemd verhaal, hè? Het lijkt in het begin zelfs zo alsof de Heer Jezus helemaal niks met die mevrouw te maken wil hebben. Jezus is dan op reis met zijn discipelen. Hij is in een ander land en hij zegt die mevrouw: Ik ben gekomen om de Joden te helpen en niet andere mensen uit andere volken. Eigenlijk wijst hij die mevrouw af, maar die mevrouw die valt op haar knieën en die smeekt: Heer, ik weet dat u mijn dochter beter kan maken. Ik weet het, ik geloof het. Maar Jezus die wijst haar af en eigenlijk loopt hij alweer verder, maar die mevrouw gaat er weer achteraan en die valt weer op haar knieën en ze smeekt: Heer, u bent de zoon van God, ik weet het. Ik geloof dat u mijn dochter beter kunt maken. En dan zegt Jezus, want eigenlijk test Jezus of ze wel sterk is en of ze wel vastberaden is. Of ze blijft geloven, zelfs als ze wordt afgewezen. En dan zegt Jezus, omdat uw geloof zo groot is. Ik wees u af, maar u blijft in mij geloven. U zegt dat ik de zoon van God ben en dat klopt. Omdat uw geloof zo groot is, is uw dochter weer genezen. En op datzelfde moment is de dochter van die mevrouw weer genezen. En dat is wat geloof kan doen. Oh, wat knap van die mevrouw. Ja. Dan was die mevrouw vast ook wel weer heel gelukkig, hè? Ja, dat denk ik ook. Maar gaan we het dan in de berg, nu over de bergreden hebben? Want ik wil wel weten hoe ik,
nog gelukkiger kan zijn. Want ik ben al heel gelukkig. Ja, hey, en maar waar word jij dan gelukkig van, Lizzie? Nou, ik word heel gelukkig als ik zing. La, 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 la. La, la. Ja. En dans, en dat ik dans. Ook dansen, ja. Nou, dat heb ik eigenlijk ook wel al een beetje gemerkt, Lizzie. Maar zullen we eens eventjes kijken naar een filmpje van de kinderen thuis? Waar zij aan denken? Waar zij gelukkig van worden? Ben ik dan weer uit beeld? Ja, dan ben je wel eventjes uit beeld. Maar dan word ik niet gelukkig. Ik wil in beeld, ik wil in beeld. Kijk je mee? Ja, oké. Ik heb is dat je met een spelletje wint. Of als je iets moois op straat vindt, zoals een briefje van 10, dat is geluk. En als je wint met een wedstrijd, zoals atletiek. Gelukkig zijn is dat je lekker drinken hebt en lekker eten zo, en school en leuke kamers en een leuk bed en speelgoed en... Gelukkig zijn is dat je een familie hebt en papa en mama en dat je leeft en dat je gezond bent. En dat je een fijn huis hebt en een fijn bed. En eten en drinken. En dat je geld hebt, want anders kun je niks kopen. Hey jongens, wat is geluk? Dat je je fijn voelt. Dat je een blij gevoel in je buik hebt. En Ruben, wanneer voel jij je heel gelukkig? Om met vrienden te spelen van Thijs. Oh. En Thijs? Om met leuke dingen te spelen zoals Kapla, Knex en Lego. Bedankt jongens. Ik ben zo gelukkig. Hoe word jij gelukkig? Ik ben zo gelukkig. Vertel mij toch waarom. Ik ben zo gelukkig. Hoe word jij gelukkig? Ik wil het ook graag zijn. Ik ben zo gelukkig. Hoe word jij gelukkig? Ik ben zo gelukkig. Vertel mij toch waarom. Ik ben zo gelukkig. Staat een stuk geschreven
waarin staat ja. hoe wij moeten leven, waarin wijze lessen staan. De zaligsprekingen. Ja. Zaligsprekingen? Ja. Wat hier staat? Ja, dat is eigenlijk wel een lastig woord, hè. Ja. Maar eigenlijk zijn dat, hè, je ziet het hier op de berg ook staan, de 8 zaligsprekingen. Het zijn eigenlijk 8 uitspraken, 8 vertellingen die Jezus heeft niks. Gedaan. Ja, hierboven. Oh, daarboven? Ja. Oh ja. Ja, verder is hij nog leeg, hè. Maar ja. Het zijn 8 uitspraken die Jezus heeft gedaan, die ons leren hoe we moeten leven en hoe we dan nog gelukkiger kunnen zijn. Oh. Heb je daar ook een verhaal van? Ja, dat staat in de Bijbel. Zullen we dat eens eventjes lezen? Zal ik het voorlezen? Ik kan heel goed lezen. Ja, dat weet ik, Lissy. Maar kun je misschien ook heel goed luisteren? Ja, ik kan al heel goed luisteren, ja. Luister maar eens dan. Oh, nou ja, ik praat weer te veel. Ik ga heel goed luisteren. Goed zo, luister maar. Ja. Op een dag, toen Jezus zag dat er weer heel veel mensen gekomen waren, liep hij de berg op en ging zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem en hij onderwees hen. Gelukkig zij die nederig zijn, want het koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd. Gelukkig zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen. Gelukkig zijn de mensen die er naar hunkeren, dat Gods wil wordt uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld. Oh ja. En gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen liefde ontmoeten en hulp ontvangen. Oh. Gelukkig zijn de mensen met een zuiver hart, want zij zullen God zien. Wow. Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden, omdat zij Gods wil doen, want het koninkrijk van de hemelen is voor hen. En gelukkig bent u als beledigingen, vervolgingen, leugens en lasten, als je dat te verdragen krijgt, omdat u bij mij hoort. Juich van blijdschap, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Joepie, 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 een beloning. Ja. Maar, Elemijn, ja. Ik snap het nog niet zo goed. Nee, dit is ook wel lastige tekst zo, hè. Misschien een beetje lastig te begrijpen. Hè? Ja. Dat je gelukkig bent als je verdriet hebt. Dat is eigenlijk wel een beetje gek, hè. Ja. Maar we gaan dat dus de komende weken. Elke week gaan we 1 zaligspreking gaan we uitleggen. En dan gaan we deze berg voor gebruiken. Elke week komt er 1 spreuk op de berg. En daar gaan we het dan de hele aflevering over hebben. En dat gaan we dan nog verder laten zien met deze mooie platen. Die komen dan allemaal in beeld. En dan gaan we een mooi Bijbelverhaal over vertellen. Wow. Ja, en zo gaan we dat vanaf nu elke week doen. En hoeveel weken doen we dat dan? Nou, we hebben 8 zaligsprekingen. Dus het worden 8 weken. Elke week 1 wijze les over hoe we moeten leven. En hoe we echt gelukkig kunnen zijn. Oh, joepie. En mag ik iedere week meedoen? Zeker, zeker. Mag ik iedere week op tv komen? Ja, gezellig. Oh, leuk. Ja. Daar heb ik er nu al zin in. En gaan we nou ook weer liedjes zingen? Zeker, we gaan ook weer liedjes zingen. En op de berg klimmen? Jij mag ook op de berg klimmen, Lissy. Wauw. Ja. Wauw. Leuk. Ik ken eigenlijk nog wel een heel leuk liedje. En daar weer zingen ze ook wat je moet doen om op Jezus te lijken. Ja. Mogen we die zingen, Elemijn? Ja, ja, ik hou zo van zingen. Ja. Oh, joepie. Vind ik wel een goed idee. Oh. Zing je mee thuis? Ja, ik ook, ik ook, ik ook. Op wie we bouwen, je kan altijd op hem rekenen. Hij is helemaal te vertrouwen. Als we doen wat hij zegt en luisteren naar zijn stem, dan komen we goed terecht en gaan we lijken op hem. Weet je wat het met je doet? Het maakt je steengoed, steengoed. Je wordt een kanjer en een kei. Het maakt je steengoed, steengoed. Als je gaat worden zoals hij. Elke dag moet je keuzes maken, wat moet ik wel en wat niet.
En er is zoveel om te kiezen uit alles wat je ziet. Maar als we doen wat hij zegt en luisteren naar zijn stem, dan komen we goed terecht en gaan we lijken op hem. En weet je wat het met je doet? Het maakt je steengoed, steengoed. Je wordt een kanjer en een kei. Het maakt je steengoed, steengoed. Dat je gaat worden zoals hij. Als je vasthoudt aan Jezus, dan komt het heus wel goed. Want hij leert jou en mij hoe je leven moet. En als we doen wat hij zegt en luisteren naar zijn stem, dan komen we goed terecht en gaan we lijken op hem. En weet je wat het met je doet? Het maakt je steengoed, steengoed. Je wordt een kanjer en een kei. Het maakt je steengoed, steengoed. Dat je gaat worden zoals hij. Het maakt je steengoed, steengoed. Je wordt een kanjer en een kei. Het maakt je steengoed, steengoed. Dat je gaat worden zoals hij. Het maakt je steen. Dus ja, je moet doen wat de Heer Jezus zegt en luisteren naar zijn stem. Ja, precies, Lizzie. Zo is het. Oh. Hey, en dat gaan we de komende weken ook leren. Leren wat Jezus tegen ons zegt en hoe we dat kunnen doen. Oh, joepie, joepie, joepie. Daar heb ik nu al zin aan. Ja. En we gaan ook zingen, hè? Zeker, la, we gaan ook zingen. La, la, la. Ja, gaan we doen. Hé, hey, zullen we dan nu maar gaan afsluiten? Ja. Ja, het is alweer tijd. Ah, is het alweer afgelopen? Het is alweer afgelopen. Oh, dat vind ik wel jammer. Ja. Maar volgende week ben ik er weer, Ellemijn. Leuk. Gezellig, Lizzie. Oh, jo. Fijn. La, 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 la. Dat zeggen wij nu tot volgende week. La, 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 la. Oh, doei. Doei, kindertjes. Doei. La, 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 la. Het maakt je steengoed, steengoed. Je wordt een kanjer en een kei. Het maakt je steengoed, steengoed. Dat je gaat worden zoals hij. Als je vasthoudt aan Jezus, dan komt het heus wel goed. Want hij leert jou en mij hoe je leven moet. En als we doen wat hij zegt en luisteren naar zijn stem, dan komen we goed terecht en gaan we lijken op hem. Een beetje baan.